Oh ja, ja, daar zijn we weer met de nieuwe aflevering van Nul Lost Bows, de Brawl Stars serie hier op mijn kanaal Game Bows. Ja, ja, jullie hadden bepaald in de vorige aflevering dat ik zeg maar met elke knokker één keer mag verliezen in plaats dat ik één keer mag verliezen met het hele account. En dat heeft geresulteerd dat ik deze serie nog voort kan zetten, want in de vorige aflevering heb ik één keer verloren met Shelly. En dat is een beetje balen, maar hey, Shelly is dus nu uitgeschakeld, maar vandaag gaan we met de andere knokker spelen en we gaan die knokker zo hoog mogelijk proberen te krijgen. En daarnaast hebben we ook nog allemaal rewards die we kunnen openen. Dus met een beetje mazzel krijgen we nog een extra knokker erbij, zodat we dit account uiteindelijk nog veel hoger kunnen krijgen. We gaan er natuurlijk achter komen, maar als jullie er zin in hebben, doe even dat duimpje omhoog. 2.000-3.000 likes zou top zijn. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En gebruik natuurlijk die code BOWS. Check BOWS.nl voor je BOWS Army kleding. Maar laten we maar beginnen. En zoals jullie zien heb ik al 886 trofeeën op dit account. En ik heb al een aantal knokkers een beetje gepusht. Shelly heb ik dus het hoogste. Maar dat komt ook omdat ik daar de vorige aflevering de hele tijd mee heb gespeeld. Maar de knokker die we vandaag gaan pushen is Colt. En we maken het meteen spannend. Ik ga namelijk klopjacht spelen. Dat is 3 tegen 3. Nieuwe game mode natuurlijk in Brawl Stars. En daarvoor had ik een opdracht op dit account. Namelijk 5 potjes winnen. En dan krijg ik 500 tokens. En dat is natuurlijk chill, want dan kunnen we hier weer extra rewards vrij spelen. En na elk potje die ik win, mag ik ook 1 reward hier claimen. En als ik dus verlies, dan is Colt weg en dan mag ik Colt nooit meer gebruiken. Shelly hoef ik nooit meer naar te kijken, want die mag ik dus niet meer gebruiken. Maar Colt nog wel. En met Colt heb ik trouwens ook 2 opdrachten. Dus daarom dacht ik, ah, oh, is wel handig om met Colt te spelen. Weer 5 gevechten en ik moet nog 160.000 schade doen. Dus dat is op zich ook wel behoorlijk wat. Maar we gaan eens kijken wat er terecht van gaat komen. Hier hebben we 25 krachtpunten. Als ik die op Colt inzet, kan ik die dan al upgraden. Ja, die kan ik dan upgraden. Deze punten ga ik alvast inzetten dan. Dan heb ik Colt mooi kracht level 6. Dan vind ik voor dit account, waar ik nog niet zo heel lang op speel, al best wel redelijk hoog. Maar laten we maar beginnen. En het wordt meteen spannend, want 3 versus 3 game modes zijn gewoon het spannendst, omdat je dan ook afhankelijk bent van je teamgenoten. En we moeten niet meer tegen bots spelen, want tot 100 trofeeën moet je tegen bots, daarna niet meer. Dus ik ben benieuwd. Maar als ik zelf een beetje goed speel, dan moet het denk ik wel goed kunnen komen. Of zijn dit nou wel bots? Want ik vind ze wel heel slecht spelen, om eerlijk te zijn, die tegenstanders. Of volgens mij is het eerste potje wat je dan altijd speelt tegen bots. Zeg maar in, want ik had het idee dat het eerste potje die ik op mijn hoofdaccount speelde in deze game mode, dat het ook tegen bots was. Dat ze echt heel slecht waren. Dus ik denk dat dit eerste potje wel gewonnen moet worden. Maar dan hebben we mooi wat damage gedaan. En dan kunnen we zo meteen ook nog even een doos openen. Omdat ik natuurlijk het eerste potje heb gewonnen. Dus dat is ook mooi. Ja, 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 ja. Het potje is voorbij. 8-0. Ja, dit waren nog wel bots. Maar in ieder geval mooi voor de opdracht is het mooi. En dan gaan we nu even de eerste doos openen hier zo. En wat zullen we doen? We beginnen gewoon met de grote doos. Let's go! Wat gaat het worden? Wordt het een nieuwe knokker? Nee, want dan hadden we een resterende item nodig. In ieder geval wel prima om wat krachtpunten te krijgen. Maar die krachtpunten voor Shelly heb ik dus helemaal niks meer aan. Omdat ik Shelly al, zeg maar, uit het spel heb. Ja, ja, die is al verwijderd. Eigenlijk staat hij er nog tussen. Maar eigenlijk moet ik hem gewoon niet zien of zo. Hij is eigenlijk onzichtbaar. Hij is gewoon weg. Gone, Fuji. Omdat ik natuurlijk 1 keer heb verloren. Maar nu moeten we sowieso wel tegen echte mensen. Net waren het nog bots. Dus ik denk dat dit potje dan spannend gaat worden. En dan hoop ik wel dat die Shelly erachter gaat zitten. Want anders hebben wij wel een probleem. Want dan gaat dit niet leuk worden. En kan ik hier al mijn super inzetten? Ja, dat kan ik. En wij hebben wel de first takedown. Dus dat scheelt. Maar de Shelly, ja, het zijn niet hele goede teamgenoten. Maar dat is natuurlijk ook logisch op dit niveau. Je kan ook niet verwachten als je op 100 trofeeën speelt dat je goede teamgenoten hebt. Ja, die pakken ook. Ja, oh, dat ging nog maar net goed. Ik moet even levens erbij krijgen. We staan in ieder geval 3-1 voor, dus dat is mooi. Alleen nu niet meer. Die Shelly die zit daar in de bosjes te wachten. Oké, mijn andere Shelly teamgenoot heeft ondertussen wel een kill. Dus dat is wel chill. Kom op, pak op, pak die Shelly. Ik zal even mijn super aanzetten. En dan heb ik hem uiteindelijk nog gekild. Maar het ging niet heel soepel. Oké, we staan 6-2 voor. Dit moet wel goed komen. Die Colt heeft ook niet meer zoveel levens. Als dit die Colt goed komt, dan weet ik het ook niet meer. Zoé, jongen, ik maak je kapot. Ja, let's go. En dan hebben we nog 1 kill nodig. Maar ik denk dat we die hier nu wel kunnen maken.
En ja, nice, oké. Easy game. Dat betekent dat we nog een reward mogen openen. En ondertussen voltooien we natuurlijk ook meer opdrachten. Waardoor we hier zo meteen nog een megadoos gaan vrijspelen. Dus dat is ook nice. Ik zal nu de krachtpunten inzetten. Die doe ik niet op cold. Die doe ik even op een knokker die ik nog niet zo hoog heb. Fang zet ik sap in. Dan kunnen we Fang misschien binnenkort gaan upgraden. Maar ik laat nu even de hoogtepunt zien. Oh, we hebben clubs ontgrendeld. Oké, nice. Dat is wel nice. Dan kunnen we clubcompetitie en zo doen. Maar dat is voor deze serie niet zo heel interessant. Maar ja, maakt niet uit. Zitten we nu al in een club? Wat? We worden automatisch toegevoegd in de club. De game is 5A. Nou, ik zit bij jullie in de club. Ik word gewoon automatisch toegevoegd. Nou, helemaal prima. Maar laat vanaf nu even lekker de hoogtepunten zien. Oké. Nu moet ik een potje heel goed gaan spelen. Want mijn beide teamgenoten gingen al meteen dood. Nou scheelt het dat ik gewoon meteen 3 takedowns heb. Maar mijn teamgenoten die pakken er helemaal niks van. Check dat. Die Daryl is meteen weer dood. Oi. Zo zie je dat we nu al gaan verliezen. Dat zal wel echt heel shit zijn. Mijn noob teamgenoten, jullie moeten wel een paar kills maken. Daryl, jongen, nee. Jongen. Oké, dit is shit. Kan ik die nog killen? Ja, die kan ik killen. Maar we staan achter. Ik heb alle kills gemaakt. En wat doet mijn teamgenoten? Nee, jongen. Nee. Oké, ik heb daar nog een kill gemaakt. Blijf leven, Bol. Nee. Shit. Oh, wat is dit stom. Ik dacht, nou, ik voltooi die opdracht wel even. En ik dacht, ja, als ik zelf goed speel, dan moet het wel goed komen. Maar mijn teamgenoten waren nu zo belachelijk slecht dat we nu dit potje hebben verloren. No, dus Colt mag ik niet meer gebruiken. Die opdracht met Colt ga ik niet meer halen. En ik dacht, nou, we gaan gewoon lekker even pushen met Colt. Eerst even die opdracht in klopjacht voltooien. En daarna kunnen we wel iets anders doen qua game mode. Qua game mode, ik kom bijna niet goed uit mijn woorden. Maar shit, Colt hebben we maar op de 131 trofee. En nu is hij al dood. Oké, weet je wat? De volgende knokken gaan we nu even Rosa pushen. Ik wil toch even die opdracht voltooien met die 5 potjes winnen. En dan proberen we het eventjes met Rosa. Of we doen eventjes een knokker zoals Fang. Waarmee ik nog tegen bots moet spelen. Misschien is dat even handig. Ik doe even die opdracht voltooien tegen bots. Dan heb ik die opdracht in ieder geval al gehaald. Krijgen we 500 tokens. En daarna kunnen we misschien nog even een andere knokker gaan pushen in de solo showdown of iets anders. Maar dit is wel balen. Tweede knokker al uitgeschakeld voor deze serie. Shit man. Zo stom. Ik had zelf geen één keer werd ik gekild. Ik had ze alle kills gemaakt. Maar ondanks dat, ja, mijn teamgenoten waren echt heel erg slecht. Maar ja, aangezien we nu tegen bots moeten, dan moet het nu wel goed komen. Nou, met Fang is het heel makkelijk gegaan om even die 3 winst te halen. Ja, was ook logisch, want Fang heb ik natuurlijk nog niet zo heel hoog. En moet ik natuurlijk tegen bots. Maar we hebben nu dus 3 potjes extra gewonnen. Dan mag ik nu even 3 rewards openen. Dus dit gaan we allemaal eventjes openen. Hier knokdoos. En dan hebben we hierna een grote doos. En die megadoos moeten we dan zo meteen eventjes vrijspelen. Maar helaas ook niet uit die grote doos. En dan krijgen we 29 keer Shelly. Maar Shelly mag ik toch niet meer gebruiken. Dus daar heb ik niks aan. Maar laten we nu maar eventjes met Rosa gaan spelen. Of zullen we Fang even pushen naar de 100 trofeeën? Dat we dan even op die manier trofeeën erbij krijgen. Dat we even de 1000 gaan halen. Want dan spelen we sowieso brokvrij. En dan hebben we ook een grote doos. Ik denk dat dat wel leuk is. Dan gaan we gewoon Fang even pushen. En ik heb ook een opdracht weer 50 vechten met Fang. En als ik die heb voltooid, krijgen we ook nog 1000 tokens erbij. Dus ik denk dat dat wel een goede is. Dan ga ik gewoon met Fang spelen. In solo showdown. Eventjes voor mezelf zorgen dat ik die trofeeën allemaal ga halen. En dan komt het vast goed. Trouwens, mijn club waar ik nu gewoon bij zit, die zit gewoon al in legendarisch 3 of zo. Dus dat is op zich wel nice. Alleen daar heb ik er helemaal niks aan nu momenteel. Maar dan kan je eventueel wel weer een nieuwe knokkers vrij spelen. Ook Diamond 2 zitten ze nu. Ah, dat is ook niet extreem hoog trouwens. Maar op zich dikke prima. Maar ik zie jullie zo meteen over een paar potjes weer. Ik laat misschien af en toe hoogtepunten zien. Maar in ieder geval, ik zie jullie er zo meteen weer. Nou, we zijn ondertussen al wel weer 20 minuten verder of zo. Na dit potje heb ik Fang op de 100 trofee. Dus we alleen dit potje nog winnen. Nou ja, en zoals jullie zien, we hebben 9 krachtpunten. We zitten in de top 3. En we moeten nu nog tegen bots. Dus nou, dat gaat geen probleem worden. Maar dit potje hierna kan er misschien wel iets ingewikkelder worden. Want dan moeten we namelijk niet meer tegen bots. Dan zitten we boven de 100 trofeeën. En dan hebben we ook bijna die opdracht met Fang gehaald. Dus ik wil die opdracht met Fang halen. Dus we moeten zo meteen nog een paar potjes spelen. Niet tegen bots, tegen met Fang. Maar waar is de laatste knokker? Kom tevoorschijn. Altijd die stomme bots die zich dan gaan verstoppen op het eind. Dat slaat helemaal nergens op.
Oh, daar is de bot. Ik heb hem gevonden. Kom hier, Rosa. Ik maak jou helemaal kapot. En gaat hij nou hier het gif in lopen? Dat doet hij inderdaad. Wat ga je doen, jongen? Gaat hij nu de teleport nemen? Nee, dat doet hij niet. Oké, easy game. Hoeveel trofeeën hebben we nu? We hebben momenteel 106 trofeeën. We moeten nog 4 potjes winnen met Fang. En we hebben ondertussen ook al 8 keer op opnieuw spelen gedrukt. Dus daar moeten we nog 2 keer doen. En hebben we die opdracht ook gehaald. Maar we hebben de 1000 trofeeën nu trouwens gehaald. Dus dat is mooi. Dat betekent dat we Grote Doos en Brock hier ook hebben ontgrendeld. Dus dat is ook weer een nieuwe knokker die we erbij hebben. Dus dat is toch wel eventjes weer leuk meegenomen. En Brock is wel echt een goede knokker. Dus dit is misschien wel een potentiële knokker om redelijk hoog te pushen. Dus daar ben ik op zich wel blij mee. En aangezien ik nu zoveel potjes op rij heb gewonnen, mag ik nu nog 5 rewards hierom. Dit was 1. Dan doen we die Grote Doos en Megadoos nog niet. Maar die mogen we dan zo meteen openen als ik zeg maar weer wat potjes heb gewonnen. Maar nu, de eerste Megadoos van deze video. Nee, 5 resterende items. We hebben zo meteen hebben we nog een Megadoos. Dus misschien dat we daar dan iets goeds uit krijgen. Ik zal deze punten wel inzetten op Fang. Ja, ik moet nu met Fang spelen. Dus dan kunnen we Fang nog even gaan upgraden. En we krijgen gewoon een knokker uit de knokdoos. We krijgen Daryl uit de knokdoos. Tweede knokker van deze video. Let's go. Het gaat echt zo hard qua knokkers op dit account. Maar Daryl hebben we dus nu ook ontgrendeld. Dus dat is erg nice. Ik zal Fang nog even upgraden. Dan hebben we die nu krachtlevel 5. En dan gaan we dus nog even doorspelen met Fang. Want ik moet nog 4 potjes winnen. En ik moet nog 2 keer op opnieuw spelen drukken. En dan hebben we mooi weer wat tokens erbij. Dus dan kunnen we nog meer rewards claimen. En dan aan het eind, als ik die opdracht heb voltooid, dan ga ik alle rewards die ik dan krijg claimen. Want dan is de Brawl Pass natuurlijk ook al bijna voorbij. Op het moment dat deze video online komt, is de nieuwe Brawl Pass er misschien al. Dus voor degene die de nieuwe Brawl Pass gaat kopen, gebruik natuurlijk die code Bouws. Wordt gewaardeerd. Maar nu wordt het voor het echt hier, want we moeten nu tegen echte spelers. En niet meer tegen bots. Dus we moeten wel even anders spelen dan wat ik net deed. Net kon ik gewoon de hele tijd volop op de aanval. Maakt allemaal toch niet uit. Ik ben volgens mij 1 keer 2 of 3 geworden. De rest alleen mijn eerste. Ja, alleen Colt, daar bouw ik nog steeds van. Maar dit moet in principe wel een makkie zijn. Ik zie dat daar boven een Jean is. Shelly's moet ik trouwens wel een beetje voor oppassen. Gaat die Max hierheen? Ja, die gaat hierheen. Dat is prima, want die kan ik wel hebben. Denk ik. Zit die Jessie er nog achter? Ik heb geen idee, joh. Maar die kan ik ook makkelijk hebben. Ik moet wel een beetje uitkijken, want ik heb nu niet extreem veel levens. Maar ik denk dat dit wel goed gaat komen. Ja, hoor. Double kill. En dan zitten we in de top 4. Dus dan hebben we sowieso al een win. Maar misschien kunnen we even doorstrijden en meteen eerste worden. Want dan krijgen we natuurlijk ook meer trofeeën erbij. En trofeeën wil ik ook hebben. Jongen, bots. Het maakt me allemaal niet uit of we tegen bots moeten of tegen echte spelers. Zo, die Shelly is nu dood. En die Poco. Die kunnen we nu wel makkelijk hebben, denk ik. Moeten we even wat levens erbij. En dan ga ik nu richting die Poco pushen. En dan kan ik zo meteen mijn super inzetten. En dan ben ik bij die Poco. En dan kan die dat nooit meer overleven. Nee, inderdaad. Oké, eerste potje. Makkelijk eerste geworden. Nog 3 potjes te gaan. Het zou trouwens heel stom zijn als ik nu doodga. Want dan heb ik die opdracht niet voltooid. En dan loop ik gewoon 1000 tokens mis. En dus allemaal rewards. Dus dat wil ik echt niet hebben. Come on. En die Bull en Penny gaan even goed met elkaar vechten. Ja, dankjewel. En dan kan ik hier nu even de kill afmaken. Ja, dan zijn we weer is geworden. Oké, top. Dit potje hebben we nu ook gewonnen. Dan moeten we nog 2 potjes winnen met Fang. En dan hebben we het gehad. En hebben we behoorlijk wat trofeeën er toch nog bij gekregen in deze aflevering. Ondanks dat ik Colt niet heel hoog heb gekregen. Nou, dit potje gaan we ook winnen. Hier zit een Barley verstopt. Nou, die hebben we nu gekild. Dus dan hebben we nu nog 1 potje te gaan. En dan hebben we de 15 wins gehaald. De 10 keer opnieuw spelen heb ik trouwens nu al voltooid. Met de 15 wins ook bijna. En dan hebben we toch eventjes Fang gepusht naar ongeveer de 150 trofeeën. Dus dat is toch wel eventjes nice. Ja, dat gaat toch wel een stukje beter als Colt. Nou is solo showdown ook makkelijker pushen. En ben je niet afhankelijk van teamgenoten. Dat scheelt natuurlijk ook. Oké, ik dacht dat die Colt er niet achter zat. Maar dat zit hij dus blijkbaar wel. Nou, dan laat ik jou nu eventjes. Dan ga ik eerst even zorgen dat ik wat krachtpunten ga krijgen. Want dat is ook wel belangrijk. Want die Shelly die heeft gewoon een gadget. Bro, dat is wel ziek. Ik wil trouwens even mijn super krijgen. Nou, weet je wat? Ik ga die twee even laten vechten. Ik ga gewoon naar het midden even kijken of ik hier nog krachtpunten kan krijgen. Zijn die krachtpunten? Oh, hier is trouwens wel nog Primo die we misschien kunnen hebben. Oh, wat dom. Ik dacht die al Primo die kunnen we hebben. Oh, ik moet weer even omhoog in mijn stoel. No. Hebben we nu verloren of dat? Oh,
Telt dit nu als los? Als het rood staat, dan telt het als los. Oh, dan moeten we eventjes wachten. Kijk, dit is dan allemaal groen. En als het rood staat, dan hebben we dus geen groen meer. Maar dat is dus nu afwachten. Kijk, hier bij Colts stond echt duidelijk rood nederlaag. Dus als het groen is, dan is het een overwinning. Rood is nederlaag, zo simpel is het. En het is grijs. Oh, dit is een beetje lastig. Wat moet ik nu doen? Wat vinden jullie? Ik ben nu 7e geworden, maar er staat niet rood, zeg maar, dat ik een nederlaag heb. Maar ja, eigenlijk is 7e wel een soort van nederlaag. Maar omdat het zo laag niveau is, stelt het dan niet officieel als nederlaag. Laat me weten in de comments. Vinden jullie dat ik Feng nu niet door mag pushen? Of wel? Ja, geen idee wat jullie vinden. Maar ja, jullie mogen dat dus bepalen. Ik zal het laatste potje even in duo showdown doen. Dan krijg ik geen trofee erbij. Maar dan telt dit wel eventjes als win, zodat ik toch nog even die opdracht kan voltooien. Maar laat me weten in de comments wat jullie vinden. Is Feng nu uitgeschakeld of niet? En dan kan ik dat in de volgende aflevering eventueel kijken. Dan halen we hier nog even een win. Hoop ik. Nou, nu niet. Maar dan doe ik even een paar potjes hier in deze map. En we zorgen dat we hier dan toch nog op de een of andere manier een win gaan halen. Kaboom, kaboom, kaboom. Ja, het is showdown. Dus dat is chill. Ik kan de hele tijd mijn super inzetten. Dat is echt niet normaal. Dan doe je gewoon vet veel damage. Hoeveel damage heb ik nu gedaan? Je krijgt die 33.000. Dus ik heb nog een extra opdracht voltooid in duo showdown. Dat is wel eventjes nice. Oké, top. Dan kunnen we deze rewards allemaal openen. En dan sluiten we daar deze video mee af. Met een beetje mazzel krijgen we nog een knokker. Dat zou helemaal mooi zijn. Deze krachtpunten zal ik inzetten op Poco. Want ik wil gewoon de knokkers die ik nog niet zo hoog heb, wel een beetje kunnen upgraden. Maar hier, twee grote dozen en een megadoos. Hopelijk krijgen we dan nog eventjes een knokker erbij. Dan hebben we toch weer even 3 knokkers in deze video gekregen. Terwijl dat ik al best wel wat knokkers heb op dit account. 6 gesteerde items. Ah, nee, helaas. Dan de knokker die we krijgen we uit de knokdoos. Dat is wel echt bizar. Maar helaas is sowieso Colt uitgeschakeld. En Feng, dat is dus de vraag. Wat vinden jullie? Maar dit was voor deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mijn mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Jij vond deze video leuk, hè? Ik heb je wel door. Want ja, anders heb je ook niet gekeken tot het eind van deze video. Maar hey, dan heb ik nog een andere leuke video voor jou. Die staat namelijk hier. Daar kan je op drukken. En dan kan je nog een leuke video van mij kijken. En druk natuurlijk op het knopje hier. Dan kan je abonneren. En blijf je op de hoogte van al mijn video's. En voor Bouws uit mijn kleding, check natuurlijk Bouws.nl. Hartstikke mooie kleding!